Er zijn documenten wederom uitgelekt. Terwijl SLM bijna failliet is, krijgt nota bene meneer Bisesser van het SLM crisisteam volgens deze documenten 17.500 euro per maand van de SLM, exclusief BTW. Hij heeft minimaal 126.000 euro in één keer ontvangen. Het goud van Grasalco om SLM te redden gaat letterlijk naar de zakken van meneer Bisesser. Ik wil weten of hij daarnaast ook nog maandelijks een vergoeding van het crisisteam krijgt. Blijkbaar heeft Bisesser Legal BV reeds in januari 2022 een overeenkomst getekend met de SLM en ze vanaf februari 2022 werk verricht. Frappant is dat Bisesser Legal BV pas op 10 december 2021 is opgericht, slechts een maand voordat hij een overeenkomst heeft getekend met de SLM. Nog frappanter is, voorzitter, dat volgens de Orde van Advocaten in Nederland meneer Bisesser pas op 25 februari 2022 is beëdigd als advocaat. Een maand nadat hij een overeenkomst heeft getekend met de SLM. Dit zijn keiharde feiten. Er is overduidelijk sprake van corruptie in vereniging uitgevoerd, want het kan niet dat de directeur en Prescom niet van op de hoogte zijn. Is het waar dat de directie en de RVC van SLM een overeenkomst hebben bedongen met de regering dat ze niet aansprakelijk zijn voor het gevoerde beleid? Klopt het dat de minister TCT heeft geweigerd hieraan mee te werken? De minister is hier, laten we het horen. Het zou betekenen voorbedachte raden en corruptiefacilitering en ik eis duidelijkheid. Niet de president moet onderzoek doen, dit is de zoveelste inmenging. De PG moet onderzoek doen en optreden. Waarom zijn Bisesser, directeur en Prescom van SLM nog niet ingesloten, hangende een onderzoek? Gaat het weer in de doofpot als het geld wordt terugbetaald? Voor veel minder zijn mensen gelijk opgesloten bij de cases Hoefdraad van Trikt en Adin. Hoe politiek selectief is de vervolging? Ik eis onmiddellijk een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek zonder aanzien des persoons. En dat Bisesser, De Haan en Jesseren onmiddellijk op non-actief komen. Verder eis ik... Kan lid Sean afronden. Zijn belangrijke dingen. Nee, maar 30 seconden, man. Dank u wel. Verder eis ik een overzicht van de vele functies van de heer Bisesser bij de overheid en parastatale bedrijven in de afgelopen 2 jaren. En ik eis dat die man terstond op non-actief wordt gesteld in al zijn functies. Ik eis dat het herstelplan van SLM krijgen. Ten slotte eis ik dat de wet openbaarheid van bestuur, die de oppositie al bijna 1 jaar geleden heeft ingediend, dat we het eindelijk hier behandelen. Dank u wel, voorzitter. Goed, dank u wel.